Waar wil je mee aftrappen? Wat is de kern van wat je wil neerzetten? Nou, de kern was eigenlijk kansloos. Is dat ook de thematiek van je verhaal? Ja, misschien hebben ze bij de techniek niet helemaal goed begrepen. Maar, ja. Nee, waar ik door getriggerd werd eigenlijk de afgelopen jaren is dat ik steeds vaker om me heen hoor van die retailformule is kansloos of die is kansloos, dat is kansloos. Ja. De type formules die in de basgroep zitten? Nou, meestal hadden ze dan nog te fatsoen om dat niet tegen mij over mijn formules te zeggen, maar ging het dan meestal over andere formules. En formules die we natuurlijk allemaal kennen, de Halfords, Max, wat hebben we nog gehad, Schoenenreus, er is van alles voorbij gekomen, Miss Etam recent. V&D. V&D heeft zelfs de twijfelachtige eer in sommige artikelen om synoniem te zijn met kansloos. Nou, dat is toch eigenlijk iets vreselijks. Ja. Hey, dat ben jij. Ja, dat ben ik. En je wilde echt je presentatie ophangen aan dat centrale woord? Dat ben ik niet. Nee. Dus we wachten nog even tot het juiste voor staat. Je wilde je presentatie ophangen aan dat centrale woord? Aan dat centrale woord. Hè. Dat woord is eigenlijk natuurlijk een negatief woord. Maar een woord wat steeds vaker voorbij kwam. Kijk, hey. Ja. Mijn kansloos is kansloos, niet. Ja. Dus dat triggerde mij eigenlijk. Hè. Ik ben een beetje als entrepreneur, als ondernemer, dankjewel Maarten. Dat als je dan iets hoort van wat niet kan, hè, kansloos, dan denk je van goh, dat triggert me, dan gaan mijn handen jeuken. Dan denk ik, daar moet toch een oplossing voor zijn. Dus ik vroeg me af, waarom zijn er zoveel kansloze retailers? Waarom wordt ons mooie, glorieuze V&D, maar ook de HEMA en de Blokker in dezelfde zin als met het woord kansloos genoemd? Ja, daar moet toch iets aan te doen zijn, daar moet toch een oplossing voor zijn. Nou, daar wil ik graag vandaag met jullie over praten, want ik denk dat ik een redelijk beeld heb op wat daar de oplossing van zou moeten zijn. Voordat ik daar op inga, wil ik jullie misschien een beetje geruststellen dat het niet alleen de retailsector is waar dat woord kansloos gebruikt wordt. Maar wat dachten jullie bijvoorbeeld van de discussie recent in de media over het salaris van de top van de ABN AMRO? Nou, daar was heel Nederland het over eens. Hè? Van 7 naar 8 ton salaris per hoofd, dat was toch redelijk kansloos. Nou, de heren in de top vonden het een poging waard om dat even te rationaliseren en uit te leggen dat het niet kansloos was. Maar ja, toen de druk hoog genoeg werd, zeiden ze, weet je wat, we leveren die ton in, we doen het gewoon met 7 ton. En wat dacht vervolgens heel Nederland? Kansloos. Dus met andere woorden, het zijn echt niet alleen de retailers waar dit woord mee geassocieerd wordt. Je kan het niet heel goed zien op de beamer, maar er zit een beeld achter van Monty Python. Dat is een redelijk oude film, klassieke film, waarbij twee ridders met elkaar vechten. En de ene die hakt de arm van die andere af en die zegt, it's just a scratch. En die ging gewoon door en de andere arm eraf en zo ging dat nog even door. Een hele wijze meneer Albert Einstein, die heeft een hele tijd geleden de uitspraak gedaan, ik heb hem er even vrij vertaald. Dat als je blijft doen wat je deed en toch een andere uitkomst verwacht, dat eigenlijk de vertaling is van idioot. En ik heb er maar even kansloos idioot van gemaakt dan. Ja, dus waarschijnlijk is het niet heel handig om te blijven doen wat je altijd deed op het moment dat er een echte verandering nodig is. Voordat ik inga op de oplossing voor retail en de oplossing tegen kansloos zijn, wil ik jullie toch graag even kort meenemen in mijn geschiedenis. Ik ben, zoals net verteld werd, in 1997 begonnen. Ik zat toen op de HTS hier in Amsterdam. Een opleiding waar je leert optimaliseren, naar processen kijken, naar ondernemingen kijken. Op die HTS, toen ik daar zat, toen was er een revolutie in de markt, want er kwam de eerste consumentenkleurenprinter uit. Nou, in die tijd was dat een revolutie, was van de firma HP. Alleen het probleem was, dat ding kostte 1500 gulden. Nou, ik als arme student kon me dat niet veroorloven, maar een beetje passie voor techniek die ik heb, wilde ik dat ding toch heel graag hebben. Dus ik ging op zoek naar een oplossing. Ik bedacht, als ik nou eens ga kijken of ik er een groter aantal in kan kopen, een stuk of 10, dan kan ik ze misschien wel bij een groothandel inkopen en dan krijg ik misschien nog wel wat extra korting. Nou, dat was zo gepiept, die groothandel was gevonden. Een offerte voor 10 stuks had ik ook zo binnen, met een dikke 20% korting. Alleen met die 20% eraf was zelfs voor 1 stuk nog steeds onbetaalbaar. Dus de volgende stap was, als ik nou een aantal mede
medestudenten of andere mensen zoek die ik ook zo'n revolutionaire kleurenprinter zou kunnen verkopen, dan kan ik met die marge mijn eigen exemplaar betalen. Nou, dat ging zo snel. Binnen een dag of drie had ik 5 slachtoffers gevonden die ook in de revolutie van een kleurenprinter geloofden. Met als gevolg dat ik mijn gratis exemplaar had. En ik hield er zelfs nog een beetje geld van over om even naar de kroeg te gaan. Waarom wilde ik die kleurenprinter hebben? Ik dacht van, goh, op school moet je hard werken. Als ik nou iets vernieuwends heb, ik kan dat werkstuk in kleur inleveren. En dan hoef ik iets minder tijd aan de inhoud te besteden. Ik kwam zo in het laatste jaar aan, dat ging heel makkelijk met die kleurenprinter van die opleiding. En dat was de bedoeling dat je 6 maanden bij een bedrijf een afstudeeropdracht ging doen. En dat was dan de einde van die opleiding. Ik was inmiddels heel druk met die handeltjes, want na die printer smaakte dat natuurlijk naar meer. Dus alles wat een beetje gadget was, ging ik op diezelfde manier een beetje aan handelen onder studenten. Dus ik dacht van, goh, als ik nou naar die opleiding ga en ik stel voor om mijn handeltjes te professionaliseren en daar een echt bedrijf van te maken. Dus ik naar de opleiding. Ik zeg, goh, ik heb een prachtig plan. Ik wil mijn bedrijf opzetten. Ik wil het professioneel maken. Misschien wel een paar studenten inhuren die dan mee kunnen draaien. En dat wil ik als afstudeeropdracht doen. Nou, zei die opleidingsdirecteur, zo werkt dat niet, meneer Bakker. De bedoeling is dat je echt wat leert. Dan moet je dus naar een echt bedrijf. Dus ja, leuk plan, maar dat gaan we mooi niet doen. Voor mij was dat aanleiding om diezelfde middag op mijn fiets te stappen in Haarlem, waar ik woonde, en naar de Kamer van Koophandel te fietsen. En om mijn eigen bedrijf in te schrijven. Dus ik ging lekker aan de gang. Een aantal studenten ingehuurd als stagiaires van lagere jaren. Dat ging als een dolle. Wat is nou het leuke van dit verhaal? Is dat ik een jaar na data gebeld werd door diezelfde opleidingsdirecteur. En die zei van, goh, zou je niet eens een keer op de koffie willen komen? Ik zei, ja, prima. Dus ik ging daar niet vermoedend naartoe. En hadden ze als verrassing alsnog mijn diploma. Ze hadden er alleen een verzoekje erbij. Of ze mijn foto en mijn naam mochten gebruiken voor in de studiegids van de Hogeschool van Amsterdam. Want dan konden ze aan toekomstige studenten in ieder geval uitleggen dat als je bij ons op de opleiding komt, dan kan je ondernemer worden. Nou, dat was de start van mijn onderneming. Dat ging allemaal heel snel. Ik wilde eigenlijk een groothandel zijn, maar ik merkte dat mijn klanten consumenten waren. Dus uit ellende ben ik maar een winkel begonnen. Een naam boven de deur bedacht, dat was Mycom. De ene en de andere winkel opende. Ik ging er een aantal voor franchisen. Ik liet mijn groothandel bloeien. Dus eigenlijk ging tot 2003, ging een hele serie van jaren, ging dat eigenlijk helemaal van de heuvel af met de wind in de rug. In 2003 veranderde dat. Redelijk abrupt had de Nederlandse regering besloten in haar wijsheid om de PC-privé-regeling af te schaffen. Nou, met alle mooie omzet die we deden, bleek dat in één keer 25% van de omzet te behelzen. Dus ik heb van de een op de andere dag een drop in mijn omzet van 25%. Wat gebeurde er ook in die tijd? Aldi en Albert Heijn die dachten dat het leuk was om branchevreemde producten te verkopen. Dat was goed voor de positionering. Dus die gingen printers en computersystemen een beetje afbranden op de kopschappen. Daarnaast waren er zowel elke dag wel wat mensen die een webshop begonnen naast hun baan. Dus die markt die werd steeds drukker. En als klap op de vuurpijl opende, ik geloof dat de collega's aanwezig zijn hier vandaag, de Mediamarkt een tweede of een derde vestiging in datzelfde jaar. Nou, dat veroorzaakte aardig wat verandering. We hebben alles vanzelf gekregen, moesten in één keer werken voor ons geld. We moesten ook gaan nadenken van, hoe moet dat nou verder in de toekomst? Ik had eigenlijk 2 oplossingen. Eén, had ik ooit een keer van iemand gehoord dat ze bij de Albert Heijn zoveel geld verdienden door de Albert Heijn pindakaas. En dat scheen een veelvoud aan marge op te zitten dan op de Calvé pindakaas. Dus ik denk, nou, dat is een goed idee. Dat kan ik vast voor mijn eigen formule ook wel bedenken. We hebben zoveel producten. Dus we hebben er toen producten uitgezocht die een relatief lage prijsfluctuatie hadden, die een relatief lange levensduur hadden. Nou, dat was snel gevonden. Dat waren de computerkabeltjes. Die veranderden bijna niet. De prijs was stabiel. Dus wij gingen in China computerkabels met containers tegelijk importeren. En in Nederland nieten we daar van die mooie kopkaartjes aan. En we hadden ons eigen huismerk computeraccessoires. Dat avontuur is best uit de hand gelopen, want een aantal jaar later hadden we 600 producten en waren we in 27 landen actief met ons eigen huismerk computeraccessoires. Dat was een van de oplossingen. De tweede oplossing was eigenlijk wat ik geleerd had op de HTS. We gaan naar de processen kijken, we gaan ze optimaliseren. Dus ik kwam met name in het magazijn terecht en in de logistieke processen. Dat kan natuurlijk altijd beter. En we hadden uitgevonden, hey, paperless order picking, dat helpt om minder fouten te maken. Dus wij gingen onder andere paperless order picking implementeren. Softwarepartij 1 geselecteerd, geïmplementeerd. Na een maand of 6 zagen we dat onze kosten verdubbeld waren en de effectiviteit van het magazijn zo'n beetje gehalveerd. Dan denk je, hebben we toch de verkeerde partij uitgekozen. Kan gebeuren. Eruit, hup, nieuwe selectie opgestart.
weer een paar van die softwareclubs, pitch gedaan, er weer in uitgekozen, geïmplementeerd. Een aantal maanden later viel het hoofdkantoor in Almere, viel de stroom uit op een vrijdag. Heel Almere plat, urenlang. Dus ik helemaal een beetje in paniek naar dat magazijn aan het eind van de dag. Ik denk van nou, lopen we heel veel achter, gaan vast de orders er niet uit vandaag. Nou, onze magazijnman die kwam lachend naar me toe, die zegt van ik loop voor. Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zegt, we hebben de oude papieren weer even uit de kast gepakt en op de oude manier gedaan. Dat gaat veel sneller. Ik denk, nou, lekker dan jongens. Dus hup, meteen, die software er uit. En toen zei onze eigen IT-afdeling, die eigenlijk voor de printers zorgde en de werkplekken, van goh, mogen wij dat niet eens proberen? Ik zei, ja, weet je, knock yourself out, doe maar wat. 6 maanden later hadden ze eigenlijk ongepland een compleet nieuw warehouse management systeem gemaakt. Ik vergelijk het al een beetje, als je je huis gaat verbouwen en je vervangt een plint, voor je het weet kan je de hele muur opnieuw gaan stuken. Nou, zo ging dat ook met die software. Dus binnen een half jaar hadden ze een magazijnsysteem gebouwd. Met pedagogische uiteraard. Wat we toen zagen eigenlijk, nou, weken dan het lijf was, is dat we een factor 4 goedkoper uit waren per orderpick dan daarvoor. Dus we hadden een euforisch momentje. We hebben er een mooie strik omheen gedaan. We hebben een apart bv'tje gemaakt. En in dat softwarebedrijf werken nu een man of 55. En zijn er zo'n 30-tal grote implementaties geweest bij magazijnen van 100 miljoen en meer. Dat was voor mij de oplossing in 2003 om een beetje disruptie wat we toen voelden te overleven. Ondertussen zagen we dat eigenlijk die omzet onder druk bleef staan. Dus we zagen per winkel de autonome omzet toch elke keer een klein beetje wegzakken. Natuurlijk probeer je van alles, doe je alle dingen. Maar wat met name goed hielp is gewoon een nieuwe winkel erbij openen. En dan ziet niemand dat, want per saldo gaat de omzet dan omhoog. Dus hup, winkel erbij en nog een winkel erbij. Nou, dat hielden we een aantal jaar vol, tot in 2006. En je denkt van op een gegeven moment gaat die markt wel wat keren en dan gaat ook die autonome omzet wel weer omhoog. Maar ja, dat gebeurde eigenlijk maar niet. Dus op een goede dag in 2006... Dat was mijn echte enige disruptiemomentje zoals ik het ervaren heb. Bedacht ik van ja, als ik nou dat lijntje doortrek, die autonome omzet die blijft afkalven en ik doe er meer winkels bij, dan komt natuurlijk gewoon een punt dat al die winkels onder water staan, dat er geen winkel meer winst maakt. Dus we bedachten, dan moeten we wat anders doen. Nou, in die tijd was internet al een heel ding, hè, daar praatte iedereen over en internet. Ik zei, weet je wat, weg met die winkels, we worden gewoon een internetbedrijf, we gaan lekker online. Hè, we zijn jonge, frisse mensen, dus als de rest van de wereld dat kan, kunnen wij dat ook. De volgende dag pakten we flip over en gingen we een beetje brainstormen van oké, we lopen een paar jaar achter, want er waren natuurlijk al heel veel van die webshops. Wat kunnen we dan doen? Hoe moeten we dan onderscheidend vermogen creëren? Ja, want als je gewoon de zoveelste webshop bent, ja, dat gaat waarschijnlijk niet helemaal worden. Ja, de oplossing was natuurlijk snel gevonden, want we hadden die winkels nog. Ja, hoe kom je daar vanaf? Weet je wat? Als we die nou combineren, dan creëren we de best of both worlds. Ja, dat mensen zowel online als in de fysieke winkel bij één en dezelfde formule kunnen komen. Zo gezegd, zo gedaan. We hadden natuurlijk die software van het magazijn, die hielp ons enorm om eigenlijk dat hele click-and-collect proces vrij snel en goed werkend te kunnen krijgen. Dus wij gingen van start met click-and-collect. In diezelfde tijd bedacht eigenlijk wereldwijd retail. Het woord kennen jullie vast allemaal wel, is het woord showrooming. Waar staat het woord showrooming voor? Heel simpel. Om te komen in je winkel, neem de tijd van jouw opgeleide verkoopmedewerkers. Als overmaat van ramp gaan ze dan met je vieze vingers aan jouw producten zitten. En als ze daarmee klaar zijn, dan lopen ze die winkel uit en gaan ze online bestellen. Dat was de definitie van showrooming. Dus alle retailers die hadden dat bedacht en zeiden ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben, dus internet een beetje buiten de deur. We moeten er toch iets mee. Dus de meeste retailers die ik ken, die dachten van oh, wij gaan wel een webshop openen. We doen dat vooral onder andere namen, dus je krijgt natuurlijk cannibalisatie met je eigen winkel. En dan gaan we met die nieuwe naam, met die nieuwe webshop, gaan we dan online gevecht aan de prijs en die winkels, ja, zal zakken voor de deur, misschien waar het internet wel een keer over en dan komt het ook met die andere winkels. Dus dat was in 2006, even kijken, ja, dat ben ik. Showrooming. Wat wij zagen met dat click and collect, achteraf waarschijnlijk meer druk dan wijsheid, maar onze omzet die gierde kwam uit. Online groeiden we 4 jaar in de rij met 500%. Dat was natuurlijk fantastisch, dus alles ging weer allemaal okidoki. Maar wat we zagen, dat was best een leuk effect, is dat niet alleen online die click and collect omzet daardoor een enorme hoogte ging. Maar we zagen ook dat de autonome winkel omzet, dus niet de click and collect die onder de rest van de omzet, dat dat ook omhoog ging. Achteraf gezien is dat logisch, maar toen dachten we, ja, dat vond natuurlijk dat er meer reuring in de tent zit, je hebt de click and collect klanten die komen, zien kopen, doet kopen, outreach wil ik zeggen. Ja, dus dat was voor ons op dat moment de verklaring achter dat succesvolle winkel nadat we de click and collect Het was zo succesvol dat wij in 2011 de gelegenheid kregen om Dexcom, dat bestond uit Dexcom, dat is uiteindelijk een mooi verzekeringsbedrijf, om die over te nemen. Want
Dexcom namelijk gedaan. Die hadden niet één, maar die hadden maar liefst 10 webshops geopend. Onder andere namen. Dexcom op Dynapark, maar ook Cheers, Laptop Leaders. Ja, zo'n aantal andere prachtige namen. En daar waren ze flink mee aan de slag. Ook de afdeling neergezet, geld ingestopt. Natuurlijk moet omnichannel worden, natuurlijk moet het internet worden. Dus het deed maar liefst 25 miljoen met die webshopjes. Dus niet onverdiend terug. En als je naar de P&L moet kijken van die webshops, dan maakt ze maar een paar verlies op die webshopcoöperatie onder een andere namen van de fysieke retailformules. Nogmaals, dat was eigenlijk het effect wat de wereldwijd zag, maar dat was in ieder geval voor de Dixons organisatie aanleiding om voor zo zwaar in financiële problemen te zitten, dat ik als kleine Maikon met een beetje kathandel erbij in staat was op zo'n bedrijf wat verder groter was dan mijn eigen bedrijf op dat moment te komen. De ratio erachter was voor mij heel makkelijk. Ik zag het click and collect implementeren, online of offline dezelfde formule, zodat je het synergie-effect kon krijgen. Ik dacht, voor een al 3 jaar voor het click and collect, dus er komt vast wat anders aan. We moeten een beetje snel zijn, want die andere retailers hebben ook een click and collect nu, 2010-2011. Dus ik had mijn kankwap bedacht. Ik heb natuurlijk inderdaad wel gezien. Mijn kankwap, retailers zeggen, mijn muren zijn niet van elastiek. En dus mijn assortiment is dus beperkt. En als we dan internettechnologie gebruiken om die muren wel van elastiek te maken, om daar een oneindig assortiment in zo'n fysieke winkel te hebben, dan natuurlijk op een bepaald moment een beetje op vorm van die winkels, dan komt dat helemaal goed. Zo gezegd, zo gedaan, de organisatie overgenomen, ik ben toen met de bank vandaag, tientallen miljoen schulden werden er afgeschreven. En een groot onderdeel van mijn business case was dat ik het bestaande back-office met alle bekende afdelingen, HR, ICT, magazijn, info, noem alles maar op. En dat ik dat in één keer zou laten verdwijnen. En dat ik de hele boel in mijn bestaande back-office, en mijn warehouse management systeem zou implementeren. De meeste dachten van dat kan helemaal niet, ik heb maanden voor nodig om zoiets te plannen van een grote operatie. Maar het is gelukt, in 3 weken tijd hadden wij de hele organisatie volledig geïntegreerd in Almere in onze bestaande back-office. En konden we inderdaad afscheid nemen van het hele oude hoofdkantoor wat daar stond in de bos. Een sparing van 20 miljoen ook qua snelle kosten, dus dat ging op de boel aardig vooruit. Wat we toen ontdekten is dat die snelle consolidatie van die back-office natuurlijk ook nog veel opleverde. Toen zaten we in één keer met 200 extra winkels boven onze bestaande winkels. Toen werd me eigenlijk duidelijk dat je de markt op deze manier in kan delen. Zeker onder al die economische crisissen die we de afgelopen jaren hebben gehad, zie je eigenlijk dat dit plaatje zich veel scherper en harder opdringt. En wat dit plaatje gewoon simpel zegt, is een positionering. Je kan natuurlijk onderin, je kan in het midden of bovenin gepositioneerd zijn. Dat geldt voor een retailer, dat geldt ook voor een fabrikant. Nou, we kennen allemaal de voorbeelden onderin. Daar kan je heel succesvol zijn als je Action heet of als je de Primark bent. Wat is daar de sleutel naar succes? Dat is een mega groot volume, een extreem lage prijs. En dan ben je daar heer en master en kan je daar prima geld verdienen. Een ander kenmerk daar is dat natuurlijk maar één de grootste en de goedkoopste kan zijn. Dat is dat er eigenlijk heel weinig spelers in die onderkant succesvol kunnen zijn en geld kunnen verdienen. Dan heb je het middensegment. Daar staat, zoals ik aan het begin van de presentatie al zei, V&D op dit moment eigenlijk symbool van stuk in de middel zijn. Maar met alle respect voor V&D, eigenlijk geldt dat wat mij betreft in ieder geval voor alle retailers die langer dan een jaar of 10 bestaan, dat die ongeveerd allemaal een beetje in die stuk of de middelpositie terecht zijn gekomen. Het mooie voor retailers is dat er ook nog een topje bovenin zit, meer premium segment. Nou, daar is een soort blue ocean, want daar zit relatief weinig. Dus voor mij, met de formules die wij op dat moment hadden, was het duidelijk. Ik heb zo'n pijl erin gezet. Voor ons was er maar één keus. Een hele harde keuze maken om zo hard mogelijk naar boven toe te gaan. Wij deden dat door voor Dixons te zeggen, die formule met die vitrinekasten en dat tapijt van die grote toonbanken met van die dikke slijpplekken erachter waar de medewerkers stonden. Ja, dat is toch niet meer van deze tijd. Dus om daar te komen moet daar rigoureus het mes in. Ik zag net het plaatje van Manfield volgens mij. Nou, het zag er fantastisch uit. Wij hebben met Dixons ook zo'n concept bedacht in een aantal maanden. Al die vitrinekasten eruit, alleen maar producten die je aan kan raken. We hadden zelfs bedacht, een levende moswand erin is wel cool. Een geurmachine, verse koffie, een iPad-wall die je aan kan raken. Dat werkt absoluut. Wij zagen ook toen wij dat deden,
dat die omzet bij ons was zelfs 100%. Maar dan moet ik zeggen dat Dixon er waarschijnlijk 40 jaar niks in geïnvesteerd had. Dus het effect wat net beschreven werd, telde daar ook zeker mee. Dus wij dachten, yes, dat is hem helemaal. Dus we zijn vervolgens vanaf dat moment die winkels lekker gaan ombouwen. Waarom is het nou zo erg om stuk in de middel te zijn? En daar even nog heel even bij stil te staan. Als je stuk in de middel bent, dan ben je eigenlijk niet hot genoeg dat iemand naar je toe komt voor jouw producten of diensten. En je bent ook niet goedkoop genoeg, hè, want dan gaan mensen naar onderen toe als ze het echt voor de prijs doen. Ja, dus daarom zie je dat je eigenlijk je relevantie daarin verliest. Dus in het midden zitten, dat eet van je omzet af, maar dat eet ook van je marge af. Nou ja, dat is een positie waar je, zeker in de markt in beweging, niet al te lang je kan veroorloven om daar te blijven zitten. Dus je zal of naar beneden moeten, of naar boven, want in het midden ga je eigenlijk zeker wel dood. Nou, dan hebben we natuurlijk de afgelopen jaren het fenomeen omnichannel, een modewoord. Wat ik zo grappig vind aan het woord omnichannel is dat zeker de laatste jaren iedereen roept, wij zijn omnichannel en omnichannel is het nieuwe whatever. Maar wat is omnichannel dan precies? Nou, om te beginnen heel simpel, omni staat voor alle en channel uiteraard voor knalen. Wij hebben binnen het bedrijf wat ik gestart ben ook deze omnichannel strategie omarmd. En daar eigenlijk de filosofie op losgelaten van, hè, wat is dan een omnichannel? Nou, ik heb dat grafisch zo weergegeven. Voor mij is omnichannel de brug zijn tussen merken en fabrikanten, dus tussen producten enerzijds en aan de andere kant consumenten, waarbij je gebruik maakt van alle mogelijke kanalen. De laatste jaren tot de constatering komen dat omnichannel eigenlijk niet het goede woord is. Want wat zegt omnichannel? Wat zegt channel? Is kanaal. En wat denken alle retailers dan zeker? Elk kanaal is er om iets te verkopen. Nou, ik denk dat het eigenlijk omni-service zou moeten heten. Want die kanalen, als je in elk kanaal wat probeert er doorheen te verkopen, dan zit je gewoon dat kanaal te verkrachten. Het gaat uiteindelijk om één ervaring van één en dezelfde consument met een bepaalde formule. En daarom is het ook zo relevant om niet een aparte webshop te hebben, maar juist dezelfde webshopformule als dat je fysieke winkelstraatformule is. Wat je ook ziet op het moment dat je je wat dieper, wat meer verdiept in het omnichannel, is dat natuurlijk die rol van die fysieke winkel constant op het spel komt. Van wat is die rol dan precies? Waar heb ik die nou voor nodig? Ik kan online leveren, mensen kunnen online kopen. We kunnen chatten, ze hadden net wat moois geleerd van Maarten. Ik ben alweer vergeten hoe het heette, Maarten. Periscope, dat was hem, dankjewel. Waar hebben we dan die winkel nog voor nodig? Nou, dat. Voor ons werd dat steeds duidelijker dat die rol van die winkel, dat die eigenlijk met dat iedere plaatje voor het premium, dat die is om waarde toe te voegen. Nou, hoe voeg je nou waarde toe? En waarom zijn winkels succesvol? Dat zie je met name op het moment dat producenten, fabrikanten die wat hoger gepositioneerd zijn, een flagship store starten. Nou, waarom zouden ze dat dan doen? Willen ze zo graag zelf verkopen in plaats van dat via het bestaande kanaal te doen? Nee, dat is eigenlijk maar voor één reden, is om storytelling te kunnen doen. Oh, een paar minuten nog. Nou, dan moet ik even wat eraf hakken. Even mijn omnichannel afmaken. Onze grootste ontdekking bij omnichannel is dat alles verandert. En als alles verandert, we hoorden dat net ook al, dan krijg je in één keer heel veel data. Je meet alles, of iemand een e-mail opent, of iemand in je winkel komt, hoe lang die er komt, wat die wel en niet gedaan heeft. Dus wij zagen bijvoorbeeld laatste jaar onze database factor 10 groeien. Ja, dan kan je dat natuurlijk allemaal gaan analyseren op de klassieke manier en gaan gebruiken om jezelf langzaam te verbeteren. Nou, wij kwamen vrij snel tot de ontdekking dat het vermogen om te kunnen analyseren en de snelheid waarmee de data binnenkomt, dat absoluut niet met elkaar past. Dus wij hebben bedacht een andere manier eigenlijk om met die grote hoeveelheid data, ongestructureerde data, de vertaling voor big data, om te gaan. En voor ons is dat geworden eigenlijk een attitude. De attitude, think big, act small, fail fast and learn rapidly. En door deze attitude, door dit DNA proberen in je organisatie te brengen, geef je je organisatie de mogelijkheid om met die grote hoeveelheid data om te gaan zonder dat je alles stuk analyseert. Maar geef je ook de mensen in je organisatie de mogelijkheid om daarmee om te gaan. Om door de wimpers van je ogen te kijken naar al die data, op je onderbuik beslissingen te nemen, snel conclusies te trekken of het wel of niet werkt en hup, door naar de volgende. Nou, even kijken of ik in de versnelling kan komen. Ik kwam uiteindelijk uit, ondanks dat die ombouw van die winkels en dat implementeren van dit omnichannel en al dat verbeteren en optimaliseren, dat het eigenlijk niet werkte. Ik bouwde zo'n Dixons winkel om, we hebben er 35 omgebouwd, kost €200.000, ben je een maand zoet. Omzet gaat 100% omhoog, maar tegelijkertijd zien we de afgelopen 3 jaar de bezoekers in de winkelstraat met 1, 2, 3% per maand afnemen.
Als je dan 200 winkels hebt, heb je er één omgebouwd, dubbele omzet. En al die andere winkels doen 1 of 2% minder. Nou, jullie kunnen allemaal vast wel rekenen. Per saldo is dat geen plus. Nou, dat schiet dus niet op. Dus de behoefte om opnieuw na te denken, net als ik in 2006 gedaan had, van hoe moet dat dan? Ik kwam op een onderzoek van Deloitte. En dat onderzoek gaf weer hoeveel er totaal in 2013 online geshopt werd. Dus online kopen en thuisbezorgen. Dat was 12%. Het goede nieuws, 88% ging gewoon in de fysieke winkel over de kassa. Niks aan de hand zou je zeggen, we kunnen nog jaren door met fysieke retail. Maar wat bleek nou uit datzelfde onderzoek, dat van die 88% die in de fysieke winkel koopt, wat wij ze zien als fysieke klanten in fysieke winkels, dat 84% beïnvloed was door wat ze wel of niet online gezien hadden. En net in de presentatie van GFK was het volgens mij 54 of 53%, maar dat was een periode van 2 weken. Nou, als je het totale spectrum pakt, dan komt dit uit het onderzoek. Dus wat zie je dan eigenlijk? De customer journey, heb ik op deze manier weergegeven, van klant naar uiteindelijk aankoop, is dat die klant, iedereen bekend, deze weg maakt. Als je wat nodig hebt, pak je je laptop, je tablet of je smartphone, je zoekt wat, je vindt wat. En op het moment dat je niet aan een product aan het zoeken bent, ben je toch online met Periscope bezig. En ondertussen krijg je natuurlijk allerlei prikkels van advertenties en producten. Met andere woorden, die hele customer journey, die vindt voor 88%, als je dat optelt, die 12 en 84% of 88%, vindt voor 88% online plaats. Nou, wat is nou het grote probleem? Daar rechts staat zo'n mooi huisje, dat zijn de fysieke winkels, dat zijn wij als fysieke retailers. Dat we de kans geven aan Amazon, aan Zalando en aan andere pure players om dat hele spel, dat hele veld te bespelen zonder dat wij daar aanwezig zijn. Nou, ik heb een model ontwikkeld en dat ziet er zo uit. Dan heb ik aan de linkerkant de online omzet staan, aan de rechterkant staat de winkelomzet. En die winkelomzet heb ik heel simpel opgedeeld in 3 typen omzet. De click-and-collect omzet, het oneindige gangpad omzet en de klassieke retail omzet. Nou, dan zie je aan de linkerkant de online kant, was bij ons ook ongeveer 12%. En ik ben het verband aan gaan tonen tussen het aantal online bezoekers en het meest rechtse, de klassieke offline omzet. Nou, die is absoluut aanwezig, kan ik jullie verklappen. Ik heb dat uitgerekend, ik heb dat kunnen modelleren met onze systemen. En deze constatering verandert eigenlijk de hele wereld. Naar aanleiding van dit plaatje kan je heel simpel zeggen, aan die linkerkant, dat zou je even kunnen zien als je de rest weglaat als pure player. Nou, de Amazons van deze wereld, die hebben enorm marktaandeel kunnen pakken, enorm volume, maar die verdienen allemaal geen geld. Kan ik u verklappen. Die doen miljarden omzet. Ze komen zo meteen, kunnen we het nog een keer vragen. Ze hebben vorig jaar 200 miljoen verlies gedraaid. Zalando weet iedereen een plaatje van, maar eigenlijk geldt dat voor alle online pure players. Maar het geldt ook voor onze online shops en voor jullie online shops. Als je puur kijkt wat je daar kosten in stopt en aan kosten in hebt en wat het oplevert en de marge die je hebt, is het niet winstgevend. Dat is logisch, want aan die linkerkant heb je ongeveer 2% conversie. Verkoop je nauwelijks wat bij, want dat doen mensen online niet. Dus ik ben het niet eens met de vorige presentatie dat online koopjesjagers zijn. Nee, je komt automatisch daaruit omdat je niet in staat bent online om bij te verkopen zoals je in een winkel wel kan. Aan de rechterkant, de traffic die we daar hebben met z'n allen, daar kan je 20 tot 25% conversie uithalen. Daar kan je bijverkopen. 100% bijverkopen. Elke iPad kon je 1 of 2 hoesjes bijverkopen. Maar het allerbelangrijkste is, daar kon ik storytelling doen als we ons daarop inrichten. En met storytelling voeg ik waarde toe. Zonder een storytelling voeg je geen waarde toe aan een product. Dus de linkerkant van het spectrum. Lage conversie, lage bijverkoop. Weinig kans om storytelling te doen, dus om brand value toe te voegen. Aan de rechterkant wel. Dus wat er nodig is, is om die twee met elkaar te verbinden. En om te zien dat de enige manier om aan de rechterkant in je winkel de omzet op peil te houden, is te zorgen dat je online traffic rond jouw formule creëert. Nou, het goede nieuws is dat er 12 miljoen mensen per dag in Nederland online zijn. Gemiddelde retailer hier in de zaal die zal er ergens tussen de 20 en 120.000 per dag op zijn platform hebben. Met andere woorden, er is een enorme ruimte om te groeien, om het aantal online traffic wat je rond je formule creëert, om dat te vergroten. Nou, met de formule die ik uitgerekend heb, elke 1% extra online traffic levert 0,25% meer offline omzet op. En dus dat betekent dat je bijvoorbeeld 50.000 online bezoekers hebt per dag en je maakt er 100.000 van, wat echt te doen is, als je deze stappen bijvoorbeeld volgt. En dat betekent, wat was het ook alweer? dat betekent dat je echt substantieel, in ons geval zou je zo 50 miljoen extra retail omzet creëren.
Nou, wat is nou de grote uitdaging? Zijn niet deze stappen. Iedereen weet dat als je online op online traffic wil focussen, wat mij betreft absoluut een must is, wat de enige oplossing is om fysieke retail te laten leven. En natuurlijk moet je dan in content en in retention en al die andere zaken doen. Maar het grootste probleem is eigenlijk het structuur van je bedrijf. We roepen dan, we willen het anders en we moeten anders en we moeten online en we geven meer geld aan e-commerce uit. Maar we weigeren eigenlijk om de structuur van onze onderneming aan te passen. Met als gevolg dat we wel praten over de verandering, maar dat die niet of onvoldoende plaatsvindt. Ik vind dit een hele mooie stelling waar ik 300% in geloof. Dit is eigenlijk de stelling dat pure play retail is going away. Oftewel, pure players gaan verdwijnen, tenzij ze winkels gaan openen. Maar aan dezelfde kant gaan fysieke retailers verdwijnen, tenzij ze zorgen dat ze in die customer journey, in dat speelveld waar die klant zich aan het oriënteren is, want dat doet iedereen dus online en niet offline. Als je daar niet aanwezig bent, dan wordt de kans dat iemand in jouw winkel komt gewoon letterlijk met de dag kleiner. Uit onszelfde onderzoek bleek dat als iemand, dat zagen we net ook met cross-channel bij Manfield, als iemand online bij jou actief is en offline, dat mensen tot 88% meer uitgeven. En het is niet dat het duurdere klanten zijn, want je hebt maar één en dezelfde klant. Je hebt niet meer klanten. Maar het is omdat je ze dan die complete omnichannel ervaring geeft, omdat je ze de mogelijkheid geeft om eigenlijk die customer journey goed te doorlopen. Wat we ook hebben onderzocht is dat al die mensen door de winkelstraat lopen. En dat zijn er zo'n 4 miljoen per dag die in Nederlandse winkelstraten lopen. De meeste gaan overigens naar de supermarkt, maar dat terzijde. Dat de kans dat die mensen jouw winkel inkomen, stopping power wordt dat in retail wel genoemd, dat die 8 keer groter wordt op het moment dat die mensen op ergens jouw formule, jouw website hebben gezien, jouw producten hebben gezien. 8 keer groter, de stopping power, op het moment dat consumenten wel of niet op jouw website zijn geweest. We kunnen het ons niet veroorloven in retail om niet te zorgen dat we minstens op het niveau van de Zalando's en de Amazons presteren met als mensen aan het zoeken zijn of aan het surfen zijn of wat ze ook online doen. Periscope, ja, ik ga het wel onthouden. Even kijken, je staat me een beetje boos aan te kijken, Maarten. Tijd is te kort. Ik heb deze dan nog. Ik ben er bijna, Maarten. Dit geeft voor mij heel duidelijk weer wat er eigenlijk aan de hand is, wat mij betreft. Het bovenste plaatje zie je een vliegtuig met zo'n mooi rood zaklampje. Dat rood zaklampje geeft wat mij betreft aan de bandbreedte die je hebt, waarbinnen je kan optimaliseren. Ja, dus ik heb een nieuwe marketingmanager, ik heb een nieuwe interieur in mijn winkel. Nou, dan is dat ongeveer die koersverandering die je op een retailorganisatie kan krijgen. Vergeet niet, retail is natuurlijk een bumpy ride, maar de trend de afgelopen jaren is gewoon voor fysieke retail hartstikke negatief. Ja, dat is een disruptie. Nou, hoe ga je dan met die negatieve trend om? Als je gaat optimaliseren, wat je dan feitelijk alleen maar doet, is uitstel van executie. En je kan het een jaar, een paar jaar langer volhouden. Dus wat er nodig is, is niet optimalisatie, maar is absolute revolutie. En dus het roer moet echt om. Mijn favoriete one-liner is van meneer Charles Darwin. En die zegt, het is niet de sterkste en niet de slimste die overleven, maar degene die zich het meeste aanpassen aan verandering. Nou, dat klinkt allemaal als heel open deur. Ik denk dat ik hier vandaag niks verteld heb wat jullie niet al wisten. Het zij onbewust, het zij bewust. Maar het grote probleem zit in, hoe doe je dat dan? Hoe veranderen we nou? Hoe kan nou zeg maar het bankensysteem veranderen als de top van de banken een beetje in de marge aan het klooien zijn? Als ze zeggen, nou laat dat tonnetje maar zitten. Dat is geen verandering. Ja, dan predik je verandering, maar je bent aan het klooien in de marge. Dat roer moet veel rigoureuzer om. De manier waarop je je bedrijf organiseert op het moment dat online traffic het ding is om je organisatie in de volgende eeuw te helpen, dan moet je organisatie veranderen. Dan kan je niet je klassieke inkopen en debiteuren en logistiek. Ja, je moet het compleet anders organiseren. De meeste van ons die willen veranderen, die stoppen daar serieus geld en tijd in. Maar we vergeten eigenlijk om echt los te laten wat we hebben. Als laatste, als afsluiter, het voorbeeld. Voor mij is het een beetje een inspiratie. Een man die dat absoluut heeft gezien. En dan gebruik ik niet Steve Jobs of zo, maar ik gebruik Paul Brinkman. Paul Brinkman die kreeg die eer 25 jaar geleden om directeur te worden van de restaurants van V&D. Er is V&D weer. En wat deed Paul Brinkman dan? Die ging eens naar die tent kijken en die heeft het lef gehad om de kroketten van de menukaart te schrappen. Dan denk je, nou, stoer hoor. Maar als je weet dat op dat moment dat hij dat deed, dat 70% van die restaurants omzet bestond uit kroketten. Nou, dan heb je lef op het moment dat je dan de kroketten van de menu af durft te schrappen. En kijk eens wat daar uit voortgekomen is de Laplace-formule zoals we die nu kennen.
Ik ben door mijn slides heen, dat is goed nieuws. Steven Bakker, ja.